Het gaat heel belangrijk worden, al weten we op dit moment nog niet precies wat de effecten gaan worden. We zien natuurlijk heel veel gebeuren op dat vlak. Maar of dat ook de enige ingrediënt is dat het grote disruptieve veranderingen teweeg gaat brengen, dat zal de toekomst leren. Als mens zoek je naar bepaalde restaurants, naar bepaalde ketens. En ook die zullen altijd door het artificial intelligence steeds vaker op jouw scherm tevoorschijn komen. Die eigenlijk oplossingen brengen aan ondernemers, die bepaalde markten bij elkaar brengen, vraag en aanbod. Die problemen oplossen, eigenlijk echt een toegevoegde waarde bieden die uniek is. En daar gaan we goed op letten. En dat het ook heel erg toegankelijk is voor de mens meteen. Ik hoop de mooiste innovaties aller tijden te zien. Belangrijk is dat je een innovatie op de juiste manier toepast binnen je bedrijf. Het meteen kunnen gebruiken, er veel mee kunnen en niet dat het ergens achter op een hoopje apps terechtkomt. Dat het inderdaad een toegevoegde waarde biedt voor zowel de gast als de ondernemer, het liefst allebei natuurlijk. Die echt iets brengen, iets toevoegen wat eigenlijk nu nog niet bestaat. Die toegevoegde waarde, waar die zich dan ook echt in vertaalt. Dus niet alleen maar of het er mooi uitziet of dat het prettig werkt, maar of het ook echt in de basis iets is wat toegevoegde waarde biedt voor de gebruikers. Dat mensen echt volledig achter een product staan, zeker gedurende de pitch, dat ze het met een lach vertellen. Of een innovatie daadwerkelijk de nieuwe hemel bestormen is op het vlak van digital apps en social media.